de tactiek van Gewoon Gezin op Reis. Lijkt het je ook zo leuk om een keer in een pretpark te logeren? Wij testen het uit bij Slagharen. Als één nachtje Slagharen niet genoeg is, kan je hier dus ook blijven overnachten. En dat doen wij en wij slapen in de Raccoon Lodge. Kom mee, ik laat je zien hoe het er binnen uitziet. Wanneer je blijft overnachten, dan is entree voor het attractiepark en het waterpark inbegrepen. Wil je wat goedkoper slapen, kies dan bijvoorbeeld voor de tipi-tenten. Een Sunny Beach is nog een buitenzwembad alleen voor wie in vakantiepark Slagharen slaapt. En het waterpark van Slagharen is echt heerlijk. Zeker als je goed weer hebt, maar anders is er ook echt een enorm binnengedeelte met meerdere glijbanen. Meer weten over attractiepark Slagharen en de verschillende type accommodaties? Lees ons blog op gezinopreis.nl.